history. Dat laat ook zien hoe goed ik ben. Alain. Een hele goede avond. Welkom bij Dartpraat. Mijn naam is Jeffrey Noeken en ik zit hier, ja, zoals altijd, met Bas Engelen. Hallo. Hallo Jeffrey. Hey, hallo. Leuk dat jij er bent. Ja, dat is leuk, hè? Ondanks dat je bijna weer papa wordt. Ja, het is wel heel dichtbij nu. Het was echt even spannend de afgelopen dagen, maar die kleine jongen is er nog steeds niet. Dus we hebben weer een aflevering Dartpraat. We hebben weer een aflevering. En we hebben weer een gast. Vorige week al aangekondigd, maar ja, doe je ding. Ga je weer rijmen? Nee, ja, die bewaar ik voor speciale gasten. Dus, ik zou weglopen nu, maar... Ja, bedoel het goed naar Jeffrey en meteen onze gast hier. nee, geen rijmpje. Ik heb wel iets opgeschreven. Ik zeg normaal altijd deze man, maar vandaag is het een jonge man. Want hij wordt op het einde van dit jaar 18 jaar. Ondanks zijn jonge leeftijd toch al enorm veel ervaring in de dartwereld. In 2018 won hij op 12-jarige leeftijd al de Denemarken Open Jeugd. 2 keer meegedaan al voor het Nederlands team aan de WDF Europe Cup. En deze week werd bekend dat hij ook voor Nederland gaat spelen op de WDF World Cup in Denemarken. Ook weer in Denemarken, misschien is dat wel goede bodem. Welkom Pim van Bijnen. Goedemiddag. Goeiedag. Hallo. Leuk dat je er bent. We gaan zo meteen ook over... Ja, het WDF-verhaal gaan wij het hebben. Maar we gaan even beginnen met de stelling. En dan willen we ook heel graag van jou weten wat jij ervan vindt. Want de stelling is tot nu toe steeds geweest... Bas ergert zich aan heel veel dingen als hij darten zit te kijken. En een van die dingen was dat het soms voorkomt dat darters tijdens hun opkomst... ja, het hele dorp hebben meegenomen en iedereen gaan knuffelen en kussen en high fives geven, handjes geven. Weet bij de walk-on, hè? Bij de walk-on. Wat vind je daarvan en moet er een maximaal aantal mensen komen? Nee. Nou, dat hebben wij ook aan de luisteraars gevraagd. Ja, het overgrote deel vindt Bas eigenlijk gewoon een beetje een zeur. Ja. 79% zei, ach, laat ze lekker. 17% zei, dit kan prima, maar maximaal 3 of 4 mensen langs de kant. En 4% zei, voor je kijken, doorlopen. Ik vind het ook vooral zo leuk volgens Ryan Joyce als het tegen Dimitri van den Berg moet. Kijk, Ryan Joyce die kent misschien één iemand, geeft hem een vingertje en loopt door. Of Andrew Gilding. Mm-hmm. En Dimitri die begint vooraan en loopt heel die rail af. Dus het is nooit echt contrast in dat geval. Maar ik snap wel dat de meeste mensen zeggen, laat ze maar lekker doen. Sta jij er ook zo in? Nou ja, ik vind meer ligt eraan waar je speelt, toch? Bijvoorbeeld Chris Dobie, die komt uit Newcastle. Ja, als hij daar dan moet spelen en hij neemt dan meerdere mensen mee, dan zeg ik van ja, oké. Okay. Maar als hij dan in Amsterdam moet spelen bijvoorbeeld en hij neemt er 10 mee, dan denk ik ook van ja, is echt nodig. Vind ik een heel goed punt. Dit vind ik oprecht een hele goede aanvulling. Want jij hebt als voorbeeld, Bas, de Dimitri van den Berg gebruikt. Weet jij nog waar dit was? Dat was op de World Matchplay volgens mij. Ja, dus dat is niet bij hem thuis, dus dat mag niet. Mag alles mag. Maar het viel me op een gegeven moment om toen hij het hoekje omging bij die rail. En denk van, oh, daar staan er nog een paar. En toen waren er nog 4. En denk van, op een gegeven moment was je ook bijna uit beeld. Mm-hmm. Denk van, jij moet wel een keer een podium op, vriend. Dus het was misschien een beetje lullig om dit als irritatiepunt te vinden. Maar ja, ik vind het een goed punt wat Pim aandraagt. En dat waar je speelt, ik snap als je thuis speelt, als jij in Tilburg zou moeten dachten op podium, dan ga ik ervan uit dat meer mensen staan die je kent dan in Groningen. Ja, ik vind dat wel. Als ik in Engeland zou moeten spelen bijvoorbeeld, dan vind ik het niet echt nodig dat iedereen meegaat. Dan zou ik zeggen, dan neem mijn vader en mijn moeder mee. En ons. En jullie. En ja, daar hou ik het dan misschien wel bij. Ja. Want ja, anders sta je daar een uur bij die balkon en dan doet je wedstrijd 10 minuten. Ja, dat is precies. Dat je balkon gewoon langer duurt dan die partij. We gaan het dan daarna over, na de stelling komt het dartnieuws. Aan het einde van de aflevering gooien we er weer een stelling in, denk ik. Ik kijk even naar Bas. Ja. Heb jij weer een irritatiepuntje voorbereid? Ja, dit is wel een... door iedereen... hoe noem je dat? Als je dan mensen nou voor het einde probeert te bewaren. Dit wordt wel echt een wat iedereen irritant vindt, denk ik. Die mensen moeten erg blijven luisteren. Ja, ja, oké. TV gebruiken ze er wel eens dat woord, maar ik heb het even niet bij de hand. Nee, maar het dartnieuws de afgelopen week was een beetje vrij schaars. Het was niet echt groot nieuws. Ja, totdat de dartbond opeens dacht van... Hey, we gooien die selecties voor de WDF World Cup eruit. Ja. World Cup. Ik heb per ongeluk op
Twitter WK gezegd. Jij bent gecorrigeerd door een van de grootheden op Twitter, Jetse Jan. Ja, precies. Dus ik zal het nooit weer doen. Ik heb er niet zoveel verstand van. Dus bij deze was mijn fout. Vorige week werd dus bekend dat jij wederom bent geselecteerd. Maar dit keer voor de World Cup. Heb je daar al een beetje naar gekeken? Hoe schat jij jouw kans in? Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, ik geef mezelf altijd wel de kans om te winnen. Ik vind mezelf, dat is misschien heel arrogant, maar ik vind mezelf wel een van de betere jeugdspelers die daar naartoe gaat. Dus ik zie zeker wel een kans dat ik die kan winnen. Maar zit je daar ook echt naar te kijken dan wel van wat er nog meer komt? Want je zal de namen die daar komen, zul je kennen. Of heb je zoiets van, ik kan gewoon altijd winnen, maakt niet uit wie daar komt? Nou ja, ik denk dat ik altijd wel kan winnen. Maar ja, dan moet ik wel goed spelen natuurlijk. Maar ja, ik ken heel veel die daar naartoe gaan. En je kan ook wel een beetje inschatten wie van de andere landen, zeg maar, en hoe goed die ongeveer zijn. En dan zie ik zeker wel een kans dat ik daar in ieder geval ver kan komen. Heel goed. En er zijn natuurlijk meer mensen die kant op gaan. Bas, jij hebt daar ongetwijfeld al een lijstje voor staan. Voor de junioren niet zozeer. Hij gaat wel samen met Bradley van der Velde. Mm-hmm. Ze zijn samen de nummer 1 en 2 van de NDB-ranking. Pim 2, Bradley 1. Dus ja, dan heeft Bradley een beter seizoen gehad, mogen we zo zeggen. Dus ik ben eigenlijk van beide wel benieuwd wat ze ervoor gaan bakken. En ik vond ook wel, er is ook wel wat consternatie geweest bij de heren selectie. Want niet alleen de jeugdselectie werd bekend, mm-hmm. ook de heren, dames en meisjes. En bij de heren werd niet meteen gekozen voor de eerste vier van de WDF-ranking. Er werd meer gekeken door de selectie, of door de mensen die de selectie doen. Ook hoe doen ze het op de NDB-ranking. Dus niet alleen de WDF, maar ook de NDB-ranking. En dan zie ik eigenlijk bij alle selecties hier een beetje terug. Bij de meisjes zijn het de nummer 1 en 2 van de NDB-ranking. Bij de heren eigenlijk ook, want Ryan de Vrede staat 151 bij de WDF, maar nummer 1 bij de NDB. Dus ja, er valt vooral beide iets te zeggen. Ik vind het een interessante selectie, laat ik het zo zeggen. Ik had misschien, zo'n Chris Landman, die nummer 10 van de WDF, had misschien ook een plekje verdiend, maar het is eigenlijk wel, het klopt eigenlijk wel. Ik vind het goed dat ze niet alleen kijken naar de WDF-ranking, want jij bent het er wel mee eens. Andere mensen waren het dus. Ik ben er altijd mee eens. Er zijn mensen die er meer verstand van hebben dan mij, die hiervoor gekozen hebben. En die zullen ook die jongens spreken, die zullen misschien ook iets meer van weten. Maar ja, we hebben zoveel goede dachters, en dat geldt niet alleen voor de heren, maar ook bij de jeugd. Dus ja, we zijn als Nederland een heel rijk dagland. We kunnen kiezen uit heel veel verschillende spelers. Daar hebben echt niet alle landen, in totaal 53 landen doen mee. Daar hebben echt niet alle 53 landen die luxe die wij hebben. Nee, zeker niet. Ja, weet je wat het is? Als je gaat kijken naar de herenselectie, je zou er 10 mee kunnen nemen. En je hebt er in principe, je hebt maar 4 plekken. Dus ja, je zult keuzes moeten maken. En de nummer 1 van de NDB-ranking laat je niet thuis. Maar bijvoorbeeld Barry van Peer, die doet het goed op de Challenge Tour, op Eurotours en zo. Ja, en die laat je ook niet thuis. Dutch Open kampioen, huidige Dutch Open kampioen. Ja. Maar heb je nog, zou jij, als jij het voor het zeggen had, gewoon even heel vrij, zou jij aanpassingen maken aan die selectie? Of kan jij er ook wel in vinden? Nee, ja, wat ik zeg, je hebt 10 verschillende. Dus je zou zo nog een tweede selectie mee kunnen nemen die ook kan winnen. Ja, je kan er nog 4 uit de top 32 van. Je kan dan nog Chris Landman, Alexander Merks, Marine Blom en Daniel de Kalter. Dan heb je nog steeds allemaal mannen die in de top 32 van de WDF staan te pakken. Dus als die met z'n vieren zouden gaan, dan zou je ook een heel goed Nederlands team hebben. Want bij de vorige, ik zit hier niet helemaal in, maar ik heb wel een beetje geprobeerd in te lezen. Maar de vorige keer was Nederland wel algemeen het beste team, heb ik zien staan. Was in 2019? Wij zaten bij de huidige World Cup kampioen vorig jaar, toch? Jeffrey Sparidans. Vorige week. Ja, ik ben vorige week, sorry. Het gaat alweer heel snel, van jaren naar jaren. Maar de kansen, hoe zijn onze kansen voor... Toen was het Chris Landman, Jeffrey Sparidans, Luc Peters, Martijn Kleermaker. En dat was in 2019, normaal gesproken om de 2 jaar. Maar 2 jaar geleden is hij uiteraard niet gehouden vanwege corona. Dus 2019 is het laatste jaar van de World Cup geweest. En daarom is Darren Harawiny, die we afgelopen weekend zagen, in Nieuw-Zeeland nog steeds de huidige World Cup kampioen. Omdat die in 2019 won en het is niet meer overgedaan. Het toernooi. En wie is de huidige kampioen bij de jeugd? Bij de jongens? Oh, ik zie hele grote ogen. Ik ben al een moeilijke vraag aan het stellen nu. Ja, ik ben goed voorbereid hoor. Maar jij weet altijd voor elkaar te krijgen. Zijn maar misschien niet nog Jared Cole? Dat zou wel eens kunnen. We gaan eens even kijken. Keelan Kay.
Oh, Kielenkei. Die wonnen van, ja, dat is altijd een naam bij die het niet kan uitspreken. Een Medrat Seyfi met 6-1. Hey, en ik ben dan nog wel even benieuwd. Hoe gaat zo'n World Cup, omdat je daar toch met een hele afvaardiging vanuit Nederland naartoe gaat? Hoe is dat onderling? Ga je daar samen heen? Of is het toch wat meer individueel? Ja, je merkt wel vaak dat de meisjes en de dames wat meer naar elkaar toe trekken. En dat de heren en de jongens wat meer naar elkaar toe trekken. Alleen, ik moet zeggen, we hebben afgelopen Europe Cup dan. Toen hadden de jongens en de meisjes samen, we hadden ook gewoon wel een goede klik. En dat heb ik in andere jaren niet op zo'n manier gehad, zeg maar. En ja. Ik heb ervoor 1 keer Europe Cup gegooid. Dus. Maar daarvoor was het toch, had je toch iets andere klik met het meisjesteam dan anders, volgens mij. En weet je nou wel met wie je de mix... De jeugd speelt single. Er komen 2 jongens mee, 2 meisjes. Ze spelen allemaal een single, allemaal een koppel. Dus hij weet al wie zijn koppelpartner wordt, dat is Bradley. Ja. De heren hebben ze 4, dus die kunnen nog kiezen. Die kunnen nog wisselen, ja. Maar ze spelen ook een mixkoppel. Weet je al met wie je gaat mixkoppelen? Of wordt dat de plaatsen besproken? Of hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Nee, ja, ik koppel met Daphne Kamijn. Ik gooi de mixkoppel dan mee. Maar jullie 4 mogen er met z'n 4 beslissen van dit willen we doen? Of zegt NDB van nou, het lijkt me best als we het zo doen? Nee, ja, dat is eigenlijk wel een keuze vanuit de bondscoach. En die overlegt dan wel met de spelers van, vinden jullie dat goed? Ja, precies. Maar eigenlijk is dat hun keuze. En als je het er echt niet mee eens bent, dan kun je wel vragen of ze het niet kunnen omdraaien. Maar... Ja, oké, maar er wordt wel echt over nagedacht. Niet alleen door jullie apart of alleen door samen. Nee, daar wordt wel over nagedacht door de bondscoaches. Ja, helemaal een scoop, hè? Maar wie die gaat niks koppelen? Is het zo? Ja, ik zit heel aandachtig te luisteren. Maar voor mij is dit allemaal best wel nieuw. En daarom ben ik heel benieuwd hoe dat precies in zijn werk gaat. En ben je daar dan echt met z'n allen of niet? Maar het is wel leuk om daar een beetje een inkijk in te krijgen. En... In het kort, maandag 25 september tot en met zaterdag 30 september in Esbjerg, Denemarken. 53 landen. Per land gaan er 4 heren, 4 dames, 2 jongens, 2 meisjes. En die doen van allerlei dingen. Singles, koppels, in dit geval ook mixkoppels, team event. Dat doen de heren en de dames, dat doen de jeugd uiteraard niet. En dan wordt er ook nog gekeken bij alle apart naar een overall titel, bij de jeugd, bij de heren, bij de dames. Dus wie over al die partijen de meeste titels wint. Ja, in totaal 13 prijzen te vergeven. Helder. En hoe kunnen we dat volgen? Is dat een beetje... Dus het laatste jaar is dat wel goed gecoverd door de WDF. Volgens mij hebben ze ook een livestream. Ik heb volgens mij het zelfs in Turkije toen nog gekeken. Dat was al 7 jaar geleden. Als ik heel goed oppas altijd. Maar de laatste jaren is het wel redelijk goed te volgen. Het is niet altijd op Dot Connect. Maar het is ook heel lastig om dit allemaal online te krijgen. Maar volgens mij is het wel de streaming. Want ik heb volgens mij ook jouw halve finale van Jurgen heb ik ook kunnen kijken via YouTube. Ja, volgens mij is er sowieso een livestream. Ja. En volgens mij worden ook heel veel wedstrijden via Dart Connect geschreven. Dus kun je zo via Dart Connect volgen. Ja, dat ook wel. Ja, mooi. Dat is alleen maar mooi. Mm-hmm. Want ik denk echt wel dat veel mensen kijken. Ja, het wordt door de week overdag gehouden. Ja, heerlijk, hè? Een beetje dag wegkijken. Precies. Ja. Hey, en dan gaan we toch even door naar een aantal toernooien die afgelopen weekend in België gespeeld werden. En... Ja, Bas, ga jij mij hierin meenemen. Ik zie de Target Open Antwerpen. Ik heb er wat van meegekregen, maar een beetje half en voornamelijk via Twitter. Dus praat me bij. Ja, Antwerpen Open en België Open. Dat is echt een dart, iets in de dartwereld dat je 2 toernooien in 1 weekend achter elkaar doet. Antwerpen Open wordt al gespeeld vanaf 1988. Bij de heren onder andere Phil Taylor gewonnen. Mervyn King, Martin Adams, Dennis Priestley, Colin Lloyd. En dan de Belgian Open wordt al vanaf 1982 gehouden. Bij de heren moet ik er wel bij zeggen. De heren zijn altijd een beetje de frontrunners. De Antwerpen Open had vanaf 1988 ook de dames. Maar de jeugd is bij wijze pas begonnen in 2012. Dus echt wel een stuk later. En dat geldt eigenlijk ook bij de Belgian Open. Ja, onze gasten was er ook. Die kan misschien beter vertellen als mij hoe het daar was. Ja, het was vergeleken met andere jaren dat ik daar geweest ben, was het echt heel erg druk. Ja. Komt misschien ook wel omdat de dart in België nu helemaal booming is. Maar ik heb het afgelopen jaren nog nooit zo druk gezien. En überhaupt op een WDF-toernooi bij de jeugd. Ik heb alleen de laatste 16 kunnen zien. Enig deel van een aantal inschrijvingen bij de jeugd? Wanneer begon je bij de laatste 128?
Ja, ik weet dat er bij Open België waren er meer dan 64. En volgens mij bij de Open Antwerpen waren er iets van 58 inschrijvingen. Dat is echt gewoon een groot toernooi. En dan is het alleen maar jeugd. Dus dat is ja, super. Helaas niet gewonnen door een Nederlander. Bij de jeugd, bij de jongens. Ja. Bij de jongens. Wel, zondag. Open België is gewonnen door een Nederlander. Ja. Ik bedoel, de Antwerpen Open. Nee, ik wou de broodje gooien dat jij twee keer van de winnaar verloren had. Klopt. Dat zijn we net al voor de uitzending. Eerst van de Rune. En daarna van Sydney. Ja, er waren eigenlijk alle twee echt super wedstrijden. Alleen net aan de verkeerde kant van de uitslag, zeg maar. Ja. Is toch wel... Wel zonde. Ja, ik weet niet, ik ken de namen uiteraard niet, maar je verloor dus op zondag ook nog van Sydney de Vries, heb ik zien staan. Dus, dat is die wel uiteindelijk het jeugdtoernooi. En is maar, moet ik eerlijk zeggen, het was of Pim of Sydney, want de laatste zeven edities gehouden bij de jeugd. Zes zijn gewonnen door een Nederlander. Er zat één keer een Duitser tussen, voor de rest zijn het alleen maar Nederlanders geweest. Jeffrey de Zwaan, Colin Roelofs, Juste van der Gouw, Maarten Dirk Woord. Ja... En Sydney dus erbij. Maar ja, laten we de heren niet vergeten. Wesley Plezier, die won het Antwerpen Open. Er in de finale van Matthew Edgar te winnen. Een bekende YouTuber en ex-tourcardhouder van de PDC met 5-2. Hij was de vierde Nederlander die ooit het Antwerpen Open won. Bij de dames was het Dida Hepman. Die won van Monique Lesmeister, een Duitse. Mm-hmm. Dit was eigenlijk het toernooi van Francis Hoenslaar. Volgens mij is in totaal 11 keer het toernooi gewonnen bij de dames. Dat is ongelooflijk. Aletta Waja die kwam tot de halve finale en Anka Zijlstra en Noah Lim van Leuven tot de kwartfinale. En bij de meisjes was het Paige Pauling, die won met 4-0 van Jana Leijs, een Belgische. En dat was een dag later, bij de Belgian Open, was dat precies dezelfde finale. En toen won ook weer Paige Pauling. Helaas voor Jana Leijs, die ook bij beide toernooien de titelverdedigster was. Dat was ook wel komisch. Ja, komisch. Vervelend voor haar verhaal. Ja. En bij de heren op zondag bijna een droomfinale. Want Pim zei het al, waren heel veel Belgen aanwezig, logisch. Maar het was François Zwijen die won van Andy Batens bij 5-2. Ik denk dat de meesten misschien gehoopt hadden dat Andy zou winnen. Ik denk dat Andy een beetje de hoop is in bange dagen dat hij de aansluiting gaat vinden bij de top 32 van de PDC over 2 jaar. Misschien een van, dat hebben we vaker gezegd, misschien van een van de betere spelers die dit moment geen tourcard heeft. Maar François die won dus toch wel deels verrassend van Andy. En Noah Lim van Leuven, de Nederlandse, die won bij de dames. Die won van Rianne O'Sullivan in de finale. Dus al met al een druk weekend weer voor onze dachters in België. Met de toch 2 Nederlandse titels. 3 toch? Ja, 3. Noah Lim, Sydney en Wesley. Ja, 3 titels. En krijg jij daar dan nog verder iets van mee? Blijf jij daar nog veel volgen als het toernooi voor jou afgelopen is en... Nee, als ik eruit leer, dan wil ik het liefst zo snel mogelijk weg. Schrijven, heel belangrijk. Ja, schrijven en dan ga ik vaak naar huis. Ja. Hey, en dan een onderwerp waar, ja, je ziet hem al in het draaiboek staan, maar iets waarvan we al hadden aangekondigd dat we het erover zouden hebben. Toch de darteritis waar jij mee te maken hebt. We hebben de vraag ook gekregen. Hoe is dit ooit begonnen? Weet je nog het moment... Wanneer je dit voor het eerst merkte? Nou, ik was na de corona. Toen was ik best wel heel erg uit vorm. Het lukte me gewoon echt niet meer. En ik kreeg er ook heel veel te horen van iedereen. En ja, dat vond ik echt... Ja, dat is mijn leven. Dus dat vond ik echt niet leuk. Dat mensen eigenlijk de hoop in mij verloren waren. Zeg maar als groot talent. Ik weet, ik ben niet echt per se een talent. Maar ik ben een... harde werker. En ik wou altijd de beste zijn. En op een gegeven moment was ik niet meer de beste. En daar kreeg ik ook heel veel te horen. En ik dacht, ik ga nog harder werken. Ik kom nog harder terug. En dus thuis heel veel gaan trainen. Heel veel toernooien gooien. Op een gegeven moment werd ik ook weer beter. Het niveau kwam weer terug. Het gemiddelde ging omhoog. Maar... ik heb altijd wel perfectionisme en faalangsten gehad. En ik wou eigenlijk alleen maar meer. En het moest alleen maar beter en alleen maar perfecter, zeg maar. Tot ik op de Europe Cup kwam in 2021 of 2022. En ik had tegen heel veel mensen van tevoren gezegd van... let op, dat wordt mijn toernooi. En
die druk die ik mezelf had opgelegd, die is me uiteindelijk daar toen te veel geworden. Dat is het eerste moment geweest dat jij... Ja, klopt. Dat is het eerste moment dat ik mijn pijl probeerde te gooien, maar dat die niet wegging. Maar weet je nog een beetje hoe dat moment was? Want het lijkt me super raar dat je gewend bent te doen wat je altijd doet en dan uit het niets opeens op zo'n moment... Ja, het was heel raar. Want ik begon na mijn wedstrijd en het voelde alsof ik hem kon gooien. Maar precies op het moment dat ik hem wou gaan gooien, kreeg ik een schokje in mijn arm. En ik dacht, nou ja, goed, zal wel. En nog een keer proberen. Ik kreeg weer een schok. En ik kreeg hem weer niet weg. En toen had ik eigenlijk wel gelijk in de gaten van, dit is niet goed. Maar wist je ook direct van, dit is de arteritis? Of was het voor jou van, misschien is het een blessure of iets anders? Nou ja, je probeert er zo min mogelijk aan te denken. Maar diep van binnen weet je wel dat je arteritis hebt. En dat was gewoon echt de eerste pijl van die wedstrijd? Ja, gewoon de eerste pijl van de eerste wedstrijd. En hoe is dat toen gegaan? Is die wedstrijd, heb je die nog wel gegooid? Want je kan gooien zoals je nu... Nou, ik ben zelfs op de EK ben ik nog derde geworden. Dus, Bizar. Ja, wij Bas en ik hebben het wel eens tegen elkaar gezegd. Wij hebben elkaar en nog tegen elkaar gespeeld, wat is het, 2 weken geleden. Maar toen zeiden Bas en ik al tegen elkaar van, ja, als je ziet hoe jij kan gooien, ondanks waar je mee kampt, het is echt niet normaal knap. En wat voor mij voornamelijk toen het vreemde was, of tenminste dus hoe ik ernaar kijk, ik wist al, wij moesten tegen elkaar spelen toen in die eerste knock-out fase van Noord-Brabant Open was het. En wij stonden naast elkaar in te gooien. En je ziet jou gewoon heel makkelijk gooien. En kan je omschrijven wat er dan gebeurt? Wat er dan anders is tussen dat moment en... Want je komt daarna, sta je tegenover mij... staan we naast elkaar, we moeten tegen elkaar spelen. Wij hebben ook eerder tegen elkaar gespeeld in de Oranje Bar. Je weet, ik kan er niet zo heel veel van. Dus je weet eigenlijk ook van... Hij bedoelt zichzelf, hè? Ja, ja. Nee, jij zei, jij weet, ik kan er niet heel veel van. Ja, maar okay, je weet sorry. Dat deze jongen hier die nu aan het praten is niet zo heel goed kan gooien. Dus je weet eigenlijk ook wel van, ja, dit ga je vrij makkelijk winnen. Maar toch heb je er dan nog mee te maken. Nou ja, dat is vooral mijn perfectionisme. Het moet altijd gewoon gaan zoals ik het verwacht. Mm-hmm. Alleen als het gaat zoals ik het verwacht, dan ben ik... Dan win ik meer wereldtitels dan veel telen, denk ik. Ja, dat is wel lastig. Maar dat is dus zelfs... daar in wat was het in Deurne, moet je tegen mij. En zelfs dan wil je eigenlijk het liefst alleen maar 9 darters gooien. Dat is waar het eigenlijk om neerkomt. Nou ja, ik ben dan wel weer zo reëel, zeg maar, dat ik weet van aan 9 darters, dat gaat niet. Maar ik verwacht wel van mezelf dat ik na 12 pijlen gewoon of uit ben of op een dubbel sta. En ik weet ook wel, ja, dat kan je een keer, kan je 2 legs spray en misschien in een goede wedstrijd 3. Maar dat hou je niet de hele dag vol. Alleen, als ik dan mijn wedstrijd begin, dan krijg ik dat niet meer in mijn hoofd. Dan is het gewoon alleen, ja, het moet. En krijg je daar nu hulp bij of doe je er iets mee? Ja, ik heb al veel verschillende hulpen gehad, zeg maar. Mm-hmm. En het recent, ik ga nou naar een psycholoog toe, die mij gaat proberen te helpen van mijn perfectionisme af te komen. Of in ieder geval dat om te zetten naar een positief iets. Zodat je zeg maar dat het jou gaat helpen in plaats van dat het tegen zit. Ja, precies. Ik ben een hele hoop vragen aan het stellen, maar jij bent er ook nog, Bas. Heb jij nog dingen waarvan je denkt van... Ja, 100. Maar ik denk, laat Pim lekker zijn gang gaan. Want ik vind dit een... dit is een onderwerp... Ja, waar elke dag ervan weet dat het er is. Mm-hmm. En af en toe kom je tegen, gelukkig. Het is niet, ik kom het niet heel vaak tegen... En natuurlijk zijn er een paar bekende gevallen, maar ik vind het wel belangrijk dat Pim wel zijn verhaal kan doen hierover. Oh, zeker. En ik vind het ook heel knap, want ik zie, de mensen zien jou niet, maar ik zie jou wel. Dus ik zie het woord psycholoog, dat het toch wel een soort van, ja, dat is wel iets voor sommigen voelt als toegeven van, ja, is dat wel, kan ik dat wel gaan doen of zo? Maar ik vind het juist heel goed dat je dat doet. Zeker weten. Het zit
puur tussen de oren. Het is iets wat je met jezelf doet. Het is geen lichamelijke blessure. Het is iets wat je overkomt. En mm-hmm. als ik heel eerlijk ben, vind ik... ik denk dat jij een heel groot voordeel hebt dat jij dit meemaakt. Want op deze leeftijd al. Zo. Ja. Er zijn zoveel darters die... Ik kan er nou een lijstje noemen van darters die op zijn leeftijd hetzelfde presteert als hem. Gewoon de WDF Europe Cup, World Cup gespeeld, leeks uitgehaald. Gewoon echt waar iedereen van tegen zei. Je hebt het top, je hebt het goed, je gaat het halen, managers erbij. Maar die hebben allemaal een fijn pad gehad. En deze jongeman doet hetzelfde met darteritis. En hij weet ook gewoon, als mensen hem niet kennen, draaien ze een keer om. Van, wat is die aan het doen? Of mensen praten erover. Mensen zijn misschien negatief in zijn gezicht. Misschien juist niet in zijn gezicht, achter zijn rug om. Allemaal dingen waar heel veel jonge darters niet mee te maken hebben. En hij, deze man die krijgt... En ik zeg al man, heel veel... Zeg gewoon man, je bent gewoon man van hem nu. Ja, als je dit allemaal meemaakt en dit allemaal kan, dan word je er heel sterk door. Dus ik denk dat hij daardoor ook sterk genoeg is om dit te overwinnen. En op het moment dat dat gebeurt, ja, dan is de beer los, denk ik. Ja, dat is wat wij tegen elkaar hebben gezegd. Maar als jij dit overkomt, dan... Maar niet als, ik denk... Ja, dit... Dat gaat maar even, nee, maar ik bedoel meer, dat als dat moment er is, dat het dan gewoon inderdaad gewoon uit de startblokken schiet. Ja, voor zover dat niet nu al is begonnen eigenlijk. Als, maar... als hij 28 is, staat hij niet zo te dachten. Nee, dat geloof ik niet. Nee, ja, dit is een fase. En ja, elke darter heeft een fase. Van Gerwen heeft een godfase gehad, anno 2016. Nou, die zit hij nou niet meer in, maar hij is wel op zoek naar die fase. Elke darter heeft andere fasen. Dit is Pim's fase van nu en dit gaat hem vormen voor de rest van zijn leven. En ik ben dan even benieuwd, Pim. Je hebt al, Bas noemt net een bekend voorbeeld. Nou, een bekend voorbeeld is voor veel mensen Barry van Peer. Heb jij wel eens met hem het erover gehad? Of omdat hij natuurlijk met hetzelfde heeft gezeten? Of andere dachters die... Of, nou, ja. ik heb best wel vaak... Ja, ik heb ook redelijk goed contact met Barry. En we hebben het er ook wel vaak over. En hij vraagt er ook heel vaak naar. Ja, hij zegt ook, ja, de enige die er iets aan kan doen, ben jezelf. Ik kan dit tegen jou zeggen, maar ja, uiteindelijk ben jij degene die je pijlen weer los moet gaan krijgen. Ik kan ze niet voor jou gaan gooien. En ja, daar heeft hij ook wel gelijk in, want in principe de enige die mij kan helpen is gewoon ikzelf. Mm-hmm. En je kan er wel hulp voor zoeken om jou een zetje te laten geven. Maar uiteindelijk ben je toch de laatste persoon die de grote stap, om maar zo te zeggen, moet zetten. Ja. En ik wil dan nog heel even terug naar een moment, ook daar, toen tijdens dat ingooien. Je stond op de baan naast mij in te gooien. Maar jij was iemand volgens mij aan het uitleggen. Bradley Roes was je volgens mij warm aan het gooien. Zou dat kunnen? Volgens mij, Kas was erbij en nog iemand. En jij was aan het uitleggen wat er precies gebeurde met jouw arm op het moment dat je eigenlijk wil gooien. En toen heb je volgens mij dat je, want dat is waarom jij je in feite voorover laat vallen, dat je hem dan wel los kan laten. Zo, ik kreeg het half mee, want ik zit dan ook zelf een beetje... Ja, hetgene wat ik dan doe, ik zoek iets anders, zeg maar. Ik leid mezelf af. Ik probeer iets anders te doen om mijn hoofd een beetje gek te maken, zeg maar. Zodat mijn hoofd denkt van, wat is er aan de hand? En dat je dan, zeg maar, onbewust je pijl gooit. Daarom dat ik mijn eigen dan voorover laat vallen. Het is misschien niet echt per se dat ik mijn eigen voorover laat vallen. Het is meer dat ik... Het voelt net alsof ik geduwd word van achter. Terwijl niemand duwt. Maar. Ja, ik verwoord het misschien verkeerd. Maar dat is inderdaad... Jij liet hem gooien en je hield zijn arm tegen. En toen liet jij op een gegeven moment los. En waardoor hij dus inderdaad zich soort van voorover liet vallen. Omdat hij niet wist wanneer die blokkade wegviel. Maar hoe ben jij erachter gekomen dat dat voor jou werkte? Heb je die tip van iemand gekregen? Of is dat echt gewoon op zoek gegaan naar een oplossing? Nou, daar moet je zelf... Ja, ik denk dat voor iedereen is dan verschillend, die last van darteritis heeft. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen zelf iets moet vinden wat voor hem helpt. En ik weet, dit helpt met darteritis, maar er zal ook nog wel iets zijn wat helpt om geen darteritis te hebben. Ja, als je zeker kijkt bijvoorbeeld naar Sujovic, die draait met zijn pijl. Maar die zou bijvoorbeeld ook, als hij wel darteritis zou hebben, zou hij eigenlijk ook voorover kunnen laten vallen om zo zijn pijl te gooien. Mm-hmm. En ja, ik weet, dit is misschien niet altijd de goede manier, maar dit is wel een manier om er nu mee om te gaan. Ja, elk brein is anders en ja, misschien maakt elk brein zijn eigen darteritis, zeg maar. En elke vorm heeft zijn eigen workaround. En voor nu is dit voor Pim wat werkt. Mm-hmm.
Ja, ik kan me voorstellen, af en toe denk bij je van, het is wel even mooi geweest. Ja, vaak genoeg. Iedere keer eigenlijk als ik sta te spelen, dan denk ik van, ja, hoe kan dit nou? Maar ja, ik kan er helaas niks aan doen. Maar krijg je veel positieve steun van mensen? Ik krijg veel positieve, maar ook heel veel negatieve. Ik krijg echt wel veel... Op welke manier de negatieve reacties? Ik ben daar toch heel benieuwd naar. Ja. Nou, het positieve is vooral in mijn gezicht. Mm-hmm. En het negatieve is vooral online. Ja. Online krijg ik zoveel haat, gezeik. Zoveel rare berichten dat ik bij mij denk van ja... Maar in het algemeen, zeg maar, als je ergens iets... Ja, hoe moet je dat zeggen? Mensen onder een algemeen artikel reageren of echt gewoon gericht naar jou? Nou, als jij zegt berichten, ga ik bijna uit van privéberichten gewoon op je social media kanalen. Ja, ik krijg ook wel eens privéberichten. Ja, ik ben niet zo... Ja, god, weet ik het. Nee, maar ik heb het ook wel gezien onder YouTube-video's van jouw partijen, zeg maar. Waren dan livestreams, maar dan zie je die reacties eronder voorbij komen. En toen zag ik inderdaad ook al wel voorbij komen. Maar mensen, dat is, ja, toch? Ja. Ja. Maar goed, ja, maar, ook naar jouw privé dus. Ook naar mijn privé, ja. Ja. Doet dat iets met je? Nee. Nee, dan... Ik heb wel eens een keer gehad, iemand stuurde naar mij. Ik weet niet precies wat hij stuurde, maar dat was niet zo'n heel leuk bericht. En ik kom hem tegen op de NDB en hij durft me niet eens aan te kijken. Dan denk ik van ja, als je dan echt bal hebt, kom naar me toe en zeg het in mijn gezicht. Ja, precies. Maar ik snap ook niet wat mensen... Wat er in iemand om kan gaan... Kant moeten we niet opgaan, want daar gaan we niet uitkomen. Nee, zeker niet. even kijken, daarop inhakend. We hadden nog een vraag van Cliff Hunneman. Als ik het goed uitspreek, laten we het hopen. Wat heeft Dartritis met jou als persoon gedaan? Sta jij anders in de wedstrijd op dit moment, of zeg maar nu, dan toen jij het net kreeg? Ik denk dat Dartritis voor mij wel... een nog grotere vechter heeft gemaakt dan dat ik al was. Mm-hmm. Ik ben best wel een doorzetter, een harde werker. En ik geef ook niet zo snel op in mijn wedstrijden. En ik denk dat die dartritis heeft dat alleen nog maar versterkt. Ja, ik denk ook sowieso iets... Ja, hè? Ja, dat is eigenlijk waar we steeds weer op terugkomen. Dat je mentaal zo sterk moet zijn om, ik denk, hiermee om te gaan. En ja, soms zeggen ze wel eens, je heeft van zichzelf verloren... Nou, dus mijn pen, zo letterlijk kunnen ze het niet nemen, zeg maar. Ja. Zo letterlijk bestaat het niet anders, mm-hmm, natuurlijk. Ja. Kunnen wij door naar een volgend onderwerp? Of wil jij hier graag nog even bij blijven? Wat ik wil? Ja? Ik kan hier met Pim praten over zijn dartritis, maar we gaan het erover over het positieve hebben. Over het ja, er komt zeker nog meer voorbij. Gaan we eerst even naar iets wat vorige week is gespeeld. De Modus Super Series Champions Week. Yes, het was Champions Week. En Luke Litter. Ja, de jeugd opnieuw. Heeft vandaag is de rode draad door onze podcast heen. Luke Litter won inderdaad zijn titel weer, want hij won de Super Series 3 ook al. En hij won. Hij won een halve finale van Barry van Peer. En die baalde daarvan. Ik weet niet of je het voorbij hebt zien komen op Twitter, ja, maar hij zei dat hij baalde omdat hij hem had kunnen winnen. Ja, volgens mij werd het 2-2 en won Litter uiteindelijk met 4-2. Barry een paar pijlen had om voor te komen... Mm-hmm. Lieten allebei niet een allerbeste spel zien. Als je ook ziet wat die mannen kunnen en gedaan hebben. Barry had niet een superweek. Wat knap dat hij zijn eindelijk plaatsen. Volgens mij in groep A had hij niet overleefd. En daarna uiteindelijk wel via een van die andere groepen. Ja, groep A hebben we het nog over gehad in die vorige podcast. Inderdaad, dat alle favorieten eigenlijk onderaan eindigden. Maar die kregen nog een herkansing. Ja. En negende achter gezien was Steve West. Ja. Die vindt zijn eigen ook een van de beste dachters zonder tourkaart. Ik zei, er zijn er best wel veel die geen tourkaart hebben en... vinden dat ze er een moeten verdienen. Dus, maar die gooide 9-8 tegen Luke Littler. En die won toch met 4-1 Luke Littler. Dus Steve West won de eerste leg met een 9-8 en daarna was het klaar. En Littler had nog een vooral een mooi filmpje voor op social media. Even wat we vaker voorbij zien komen. Twee pijlen in de triple en dan daarna het publiek even opzwepen. Wat voor hem best wel makkelijk was. Want volgens mij had hij zijn hele klas meegenomen. Want die zaten er allemaal in het publiek. Ja, maar een beetje vervelend. Er was ook wel een paar mensen die ik heb het niet kunnen terugvinden in de momenten die ik gezien heb, maar ik heb wel begrepen van sommige mensen dat het publiek een beetje vervelend was, vooral bij de wedstrijd ook tegen Barry. Mm-hmm. Maar hij moest maar één leg winnen tegen Ries Robinson om door te gaan volgens mij. En toen in de eerste leg stond hij op 170, gooit twee keer triple 20, hoort zijn achterban, doet bij zijn hand naar achteren en Warempel gooit hem ook in de boel. Dus dat was ook wel mooi. Mm-hmm. Hij deed de leg daarna weer met 142 volgens mij, precies dezelfde manier. Ja, dat is grappig, maar het is wel, god, die jongen 16 jaar.
Nou al zo'n, nou al zo'n, kijk, zo'n showmannetje zijn, ja. Nee, maar over druk gesproken. Pim heeft al druk. Die weet wat druk is, maar ook zo'n Luc Litter ook. Ja, in Engeland zijn ze daar nog beter in dan nog meer druk op te leggen. En hij mag dan die modus en dan mag net, hij gaat er met demonstraties mee. Ja, maar op een gegeven moment gaat hij ook gewoon verliezen. Dat gebeurt gewoon, zeg maar. Als ik kijk maar op de development tour, is hij niet nummer 1. Mm-hmm. Dus hij, er zijn gewoon betere, misschien wel betere darters als hem, maar ja. Zoveel, probeer iets rustiger aan, denk ik, bij mijn eigen. Iets rustiger aan met zijn jongen. Maar goed, we gaan het zien. Misschien is hij sterk genoeg. We gaan het zien. Ja. Hey, en dan kregen wij nog een vraag via Instagram van een redelijk anoniem account. Maar misschien ken jij diegene wel gewoon. Welke speler uit jouw team is echt goed, maar traint te weinig? Dat was van de DartFan 2021. Ik heb toch een beetje gekeken op het account. En volgens mij zag ik inderdaad een bekende van jou voorbij komen. Maar heb jij een zinnig antwoord? Nou? Welke speler? Uit jouw team is echt goed, maar traint eigenlijk te weinig. Ofwel zou het nog beter zijn als die meer zou trainen. Ik denk dat dat een beetje... Ik jij gewoon zegt, geen commentaar mag ook, hè? Ik heb het idee dat dit Ron Stapel is. ik weet het niet. Het is een compleet leeg account met alleen maar... Van mij twee zwarte plaatjes. Zit ook iemand thuis? Ja, dat was ik. Precies, dat was al iemand. Waar kan ik dit straks luisteren? Ja. Maar goed. Oké. Okay. Hey, ander toernooi wat afgelopen weekend gespeeld werd. Lekker 's ochtends. De New Zealand Darts Masters. Ja. En we hebben geprobeerd te voorspellen hoeveel locals er doorgingen. De local heroes. Puha en... Tata? Johnny Tata. Hij doet niet mee met Mokko Mafia, maar hij deed mee met de New Zealand Dart Masters. Ja. Ik ben dan toch even benieuwd. Volg jij dit soort toernooien ook? Of? Nee, ik kijk eigenlijk alleen het grote. Ik kijk alleen het WK, de World Matchplay en dat soort dingen. Premier League. Maar ik vind bijvoorbeeld de Premier League ook niet. Dus iedere avond is dat hetzelfde. Ja. En op een gegeven moment wordt dat saai. En ik vind dan zo'n New Zealand Darts Masters of zo, dat vind ik dan de eerste dag leuk. Want dan zie je een beetje van die nieuwe namen en zo. Dat heb ik ook. Maar zodra die er eigenlijk uit liggen en dan wordt het... Bijna weer een Premier League avond. Ja. En het was ook niet echt een hoog gemiddelde overal. Het hele toernooi, behalve de halve finale van Aspinall tegen Smith. 110 tegen 107, echt een prachtige halve finale. Twee locals door. Ik heb even mijn database opgestoft. En als jullie raden... Want ik heb het even... Eerste ronde World Series. Dan zijn de laatste 16. Dus dan zijn 8 wedstrijden. Mm-hmm. Dus er kunnen maximaal 8 spelers doorgaan. Maar dat is nog nooit gebeurd. Hoeveel denken jullie dat het meeste spelers is... dat door is gegaan door de eerste ronde? Van de thuisspelers. Die dus de PDC-spelers uitschakelen. Het waren er nou 2. Ja. Ik dacht van voorhand, het zijn er 0. Maar... Ja, jij voorspelde 0 inderdaad. Ja, maar en Jeffrey voorspelde er volgens mij 1. Eentje, ja. Maar niet... Dat het Pua en... Hoeveel, denken jullie? Was het meest ooit? Ik denk 4 of 5. Ja, dit is jammer. Ik denk dat er meer zijn dan mensen verwachten. Zo vervelend als jij het goed hebt. Yes. 6. Wanneer? Dutch Darts Masters 2022. Wattie Mena, Kuivenhoven, Van der Voort, Kleermaker, Noppert van Duivenbode. Allemaal door. Dat waren toen de Host Nations. Wattie Mena won van Kleten en Van der Voort van Prijs. Kleermaker van Smit en Noppert van Vergerwe. Dus... Ja, het zijn wel iets betere Host Nations dan normaal. Ja, precies. Maar goed, ze wonnen wel van de absolute top. En Dirk van Peter Wright. Ja, knap Jeffrey. Heel goed, jongen. Top. Ja, ik ben heel blij. Dankjewel, Pim, dat jij 4 of 5 zijn. Want dat is precies wat ik ook wilde zeggen. Maar ik vond die Johnny Tata vond ik, leuke speler. Ja, je had er wel veel over gehad. Een paar goede Tom Plus finishes. Ja, dan is het meteen al leuk. En het is eigenlijk wel een beetje wat Pim zegt. Ik vind het leuk zolang die locals er nog in zitten. En dan hoop ik eigenlijk gewoon dat een van die locals de boel ook meteen wint. Ja. Wat nog best wel had gekund. Ja, hij was goed tegen Dimitri. Die won met 6-2 van hem. Terwijl Dimitri tegen de 99 stond te gooien. Maar ja, daarna waren ze vrij kansloos. Ja, Rob Cross had wel moeite met dat, hè. 6-5 werd het. Mm-hmm. Dus, maar het was Rob Cross een weekend. Of ja, het was weekend daar ook. Terwijl Cross die maakte inderdaad in het begin nog wel wat foutjes. En dan toch dat toernooi winnen, ja. Ja, en ook bijzonder, dat is een Aspinall. Die gooit dan 110 tegen Smit. En dan een kwartier later gooit hij tegen de 99. Wat nog steeds bizar is, hè. 99, maar toch een flink niveauverschil, zeg maar. Er zitten geen constanten in. Dan zie je Cross, die gooit heel de tijd hetzelfde. Ja, misschien is dat dan toch beter.
Hey, en heb je dat meegekregen van Aspinall? Dat Aspinall een demo-toernooi daar gaf? En dat, ja, dat zei hij, ja. Dat mensen zich afvroegen van, ja, ben jij überhaupt professioneel darter? Want hij raakte helemaal niks. En toen verklaarde hij dus dat hij na de World Matchplay gewoon geen pijl meer had gegooid. En dan toch. Ja, dan moeten we eigenlijk niet uitmaken bij zo iemand. Soms moet hij juist helpen als je een tijdje niet gooit en dan weer gaat beginnen. Maar ja, ze dachten dat hij geen professional was. Dus dat is wel... als ze even gegoogeld hebben of hij het wel echt was, ja. Ja. En dan toch, Pim, nog even vragen aan jou. Heb jij voor jezelf doelen gesteld voor de komende periode? Voor, ja, misschien, er komt er toevallig een World Cup aan waar je misschien een doel voor jezelf hebt gesteld. Maar heb jij voor jezelf een soort tijdlijn uitgestippeld van, dit wil ik nog gaan halen of dit wil ik gaan bereiken binnen zoveel jaar? Nee, ik zie het eigenlijk wel hoe het allemaal gaat lopen. Ik gooi gewoon mijn toernooien. En als ik dan... stel ik ga over 2 jaar naar Q-School en ik pak mijn tourkaart, dan is dat leuk. Maar stel ik pak hem over 10 jaar, dan vind ik het ook goed. En als ik hem over 20 jaar pak, vind ik het nog steeds goed. Ja, ik heb niet echt een tijdlijn of een verwachting van komende jaren voor dit moet ik halen. Een development tour, die wil je wel constant blijven gooien? Ja, ja. Ja, de Venom Tour die blijft gewoon totdat ik niet meer mag gooien. Gaat het beter aan? Ik heb even, want ik kan er van de WDF en Lokale toernooi weinig vinden, maar de Development Tour heb ik heel veel van. 2022 won je 36% van je wedstrijden. Dit jaar 57%. Gemiddelde 2022 was 72,5. Zit nu op 77. Veel in een jaar tijd omhoog. En je gooit meer 100+ checkouts. Ook meer wedstrijden gegooid, dus meer kansen op. Maar over het algemeen is er wel een stijgende lijn te pakken. Met als doel natuurlijk volgend jaar om boven die 80 gemiddeld uit te komen en nog meer partijen te winnen. Maar ondanks je, ja, Pim zijn, toch wel een stijgende lijn. Positief. Ja. En jij laat Q-School over 2 jaar vallen. Is dat wel een planning? Of? Nou ja, ik heb voor mezelf als planning, zeg maar, zodra ik van mijn darterietes af ben, dat ik die dingen, zeg maar, dan pas gaan doen. Want ik heb voor mezelf ook wel, ja, ik kan daar nou naartoe gaan, maar ik kan dan 2 wedstrijden heel goed zijn en dan die 3e is het dan op. Dan, ja, dan weet ik van, ja, ik ga dan nooit iets halen, zeg maar. En dan vind ik het ook zonde om daar naartoe te gaan als ik eigenlijk al van tevoren weet van, ja, dit wordt hem niet. Ik wil er eigenlijk naartoe gaan als ik bij mijn eigen wel weet van, nou ja, moet wel gewoon er hard voor vechten en gewoon goed gooien. Maar er is een kans dat ik hem pak. En dan wil ik pas naar Q-School toe gaan. Ja, dat is toch goed. Over nagedacht wordt in plaats van, ja, ik ga er gewoon heen en we zien wel. Ja, precies. Maar ook heel veel dat te zeggen. Wat wij al hebben gezegd. Als jij van je darteritis afkomt, dan moet dat goed gaan. Daar heb ik heel veel vertrouwen in, volgens mij Bas ook. Nog meer druk erop. Nog meer druk erop. Nee, het is gewoon vertrouwen. Nee, ja, ik vind hem best in disguise. Het hele verhaal, zeker omdat hoe hij ermee omgaat en hoe ik het zie. Je moet er iets positiefs van maken natuurlijk. Ja, maar ik vind het inderdaad heel, heel mooi hoe je erover kunt praten en hoe realistisch je erin bent. Dus ja, laten we gewoon hopen dat het snel voorbij zal zijn. Maar ja, dat weet je nooit. New South Wales Darts Masters. Is dit weekend? Komend weekend. We gaan ervan genieten. Ja, het is hetzelfde toernooi als afgelopen weekend. We gaan er niet te veel over zeggen. Mm. Maar nu met de Australische spelers. Maar, volgens mij wel weer een paar dezelfde namen, toch? Ja, Simon Whitlock doet mee. En Darren Penhall uiteraard nummer 1 van de DPA Tour. Joe Comito, die laatste toch een 39 gooide. Hebben wij in aflevering 1 voorbij. Ik wil nou een serie zien met Johnny Tata en Joe Comito. Dat klinkt gewoon als een fantastische serie. Maar ja, de loting is volgens mij nog niet bekend. Nee. Dus zullen ze wel weer morgen doen. Dus we weten ook niet hoe en wat. Maar gaan we weer voorspellen wie er doorgaan? Ik vind het wel jammer. Weaning, ja, vorige week over gehad. Maar die zit er gewoon weer niet bij. Nee, ja, misschien kan hij niet, misschien moet hij werken. Ja. Misschien moet hij even werken. Ja. Toch even een voorspelling. Wederom 0. 0 locals die doorgaan. Nou, ik vond panel redelijk goed. Ik ga voor 1. Ja. Heb jij nog een voorspelling op los te laten, Pim? Ja, ik denk dat het heel erg ligt aan de loting. Tactisch. Ik denk dat het
als het een beetje een paar wedstrijden worden die gunstig kunnen zijn voor de locals, denk ik dat we wel 2 door kunnen. Jeffrey 6. Nee, zeker niet. Nee, maar je hoopt wel gewoon dat de betere locals, zeg maar, wel een Peter Wright gaan loten, bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de PDC-spelers, wie zou je willen loten, dan is Wright wel iemand. Helaas, ja, en Price ook, hè, want die zit te verbouwen, dus die zit helemaal met zijn hoofd ergens anders. Ja, dus die slaapt in de stress. Maar ik vind bijvoorbeeld ook op zo'n World Series, als je als local zijnde, en dat is niet lullig bedoeld, maar als je Dimitri van den Berg krijgt, ik denk dat je dan ook niet mag klagen. Want als je kijkt naar afgelopen World Series, zie je wel vaak dat hij iemand is die er het vaakste wel uitgaat. Want volgens mij lag hij toen in Amerika, lag hij ook als eerste uit. Ja, voor Essel vorige week wel goed te gooien, moet ik zeggen. Maar ik snap wel wat je zegt. Ja, ik snap het wel. Want je loodt liever een Dini dan een Michael Smith. Je loodt liever iedereen dan Michael Smith, denk ik. Ja, ik zat nog te kijken. Ik denk, normaal gesproken gooi je Price ook in dat lijstje. In Amerika hadden die wel de kwartfinale. Dan was het op een ander toernooi. Dan was het Nordic Dust Masters. Die dan. Ja. Hey, en dan, wat was dit het eigenlijk? Volgende week zijn wij opnieuw niet met z'n tweeën. Ik zie jou een beetje moeilijk kijken. Hij was het Nordic Dust Masters, was hij er ook niet in de eerste ronde uit, maar goed. Details. Volgende week gaan wij namelijk... We zijn ook niet met z'n drieën volgende week. Nee, we zijn volgende week met z'n vieren. Hats of flats. Wij gaan naar Eindhoven. Eindhoven. Vertel meer. Ja, wij gaan naar Café Het Zwaantje. Daar wordt volgende week zaterdag het Zwaantje Masters gehouden. En dinsdag gaan wij daar naartoe. Gaan we opnemen samen met Jeroen Jorissen van de organisatie van Zwaantje Masters. En met Jerry Hendricks. Die doet de avond de loting. Dus wij zitten er helaas wel voor de loting. Dus we kunnen niet uitgebreide pools doornemen. Maar goed, zal voor onze luisteraars niet interessant zijn. Ik kom al een paar jaar daar bij dat toernooi om een biertje te drinken helaas. Niet om te darten. Maar ik heb mij ook nooit proberen te kwalificeren. Maar we gaan het wel met hun hebben over, met Jerry sowieso, over hoe het met hem is. Met de kleine, met Viaplay, met zijn werk. Met Jeroen over het toernooi. Over een beetje historie van het toernooi. En vooruitblikken naar zaterdag. Heel goed. Ja, leuk. En dan sluiten wij af met de stelling. Ja, wel. Ik ga sowieso Pim jou nog flights geven. We hebben mooie dagpraat flights, dus die gaan we zo jou droppen. Maar die heb ik ergens in een tas weer gestopt. En ik bereid me altijd super goed voor dat ik ze hier op tafel had. Met Dirk vergaten we het. Vorige week hadden we het wel redelijk goed. En ik had ook nu, voordat ik de stelling heb, nog een vraag aan Pim. Die had ik ook al voor de uitzending gevraagd. Ik zei, is er iemand waarvan je denkt, dat is leuk als die nou eens hier in de podcast komt? Ik heb heel eerlijk gezegd, ik heb er wel over na proberen te denken, maar... Ik wil alleen goede mensen. Als je niemand hebt, denk er nog over na en dan stuur je het mij gewoon. Ik weet misschien wel iemand. Misschien bijvoorbeeld Gian van Veen of zo, omdat hij toch wel nu een grote stap aan het maken is binnen de PDC. Nou, dit is niet besproken van tevoren, maar er is al contact geweest met Gian en die wordt ook een gast van de podcast. Mm-hmm. Wanneer is een beetje onbekend, want die jongen zit zo vol met werk en dingen en ook nog een beetje darten hier en daar. Maar hij heeft toegezegd dat hij graag een keer de gast wil zijn, dus dat is eigenlijk een hele goeie. Een hele goeie. Ja, stelling iets, ja. Dit is eigenlijk iets wat ik denk dat iedereen heel irritant vindt. Dat is eigenlijk de onsportiviteit van het publiek. En dat is een beetje afhankelijk van waar je komt. Maar ik moest er een beetje aan denken door de reactie die ik zag toen Barry tegen Luc moest gooien. Ik denk, het is altijd vervelend als er publiek partijdig is voor iemand. Vroeger moest iedereen stil zijn bij de video. Mervyn King ging naar de PDC en die wist niet wat hij meemaakte toen iedereen ging schreeuwen en doen. Maar schreeuwen is denk ik geen probleem of zingen. Maar als iemand gaat fluiten, dat is onbegrijpelijk. Dus ik ben benieuwd wat vinden onze luisteraars van fluitende mensen in het publiek. Vind je het net zo irritant als ik? Of denk je bij je eigen van, ja, stel je niet aan, je krijgt genoeg betaald, gooi gewoon die pijl erin. Maar je begint met onsportiviteit. En nu gaat het over fluiten. Meer kunnen ze niet doen, hè? Of ja, schreeuwen. Of je kan niet, als in het publiek kan je niet veel meer doen dan dat, denk ik. Of joelen, of ja. Geluid, maar je maakt geluid, hè, als publiek. Ja, maar ik vind wel, als je kijkt hoe... Met WK heb je één keer iemand gehad. Die ging één keer het podium op bij de finale van Vergeren. Dat is wel heel extreem. Nee, het gaat echt over geluid maken van het publiek. Dat vind ik dan onsportief. Even jouw mening? Nou ja, ik denk zolang het bij geluid blijft... Ja, het is natuurlijk niet leuk als speler zijn, maar ik denk dat je dat niet kan voorkomen. Maar volgens mij
een paar jaar geleden, of een hele lange tijd geleden al, toen was Lewis aan het spelen en die kreeg muntjes naar hem toegegooid. Oh ja, dat heb ik nog nooit gehad, ja. Dat klopt. Dat ving dan wel te echt over. Ja, als je echt gaat fluiten, iemand echt uitfluiten, dan... Ja, dat is natuurlijk ook niet leuk als je daar staat te spelen, want je staat wel je werk te doen. En zeg maar ooit, als iedereen fluit, dat maakt niet uit. Maar als er één iemand elke fluit, als jij moet loslaten, dat is heel vervelend. Vooral... Ja, dat mag toch ook gewoon niet? Dan trekken ze zo iemand er ook gewoon uit publiek, Ik vind dat ze te weinig doen. Ik vind dat ze daar te weinig in doen. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Dat wordt voor een irritatiepunt. Ik vind dat de PDC te weinig doet. Nee, maar dat schijnt dat vooral irritant is. En vooral als je gaat gooien, denk van, gaat hij nou komen of niet, de fluitje? Dan begint jij eraan denken. Ja, dus, maar goed. Ja, wat vinden we van het publiek? We gaan het... navragen bij de mensen. Publiek, laat het weten. In Spotify kun jij gewoon aangeven, komt een polletje te staan en dan kun je gewoon aangeven of je het irritant vindt of dat je denkt van, ik fluit ook wel graag als ik in het publiek zit. Hey, Pim, dankjewel dat jij te gast was en dat wij te gast mochten zijn in deze hele mooie dartruimte waar we eigenlijk zitten bij jou thuis. Volgende week zijn wij er dus weer op donderdag met een aflevering vanuit Café Het Zwaantje in Eindhoven. En voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Gewoon kletspraat natuurlijk. Dat we überhaupt daar nog tijd aan besteden vind ik echt schande eigenlijk. Ik wist dat het tot het einde een marteling ging worden. En dat was het ook. En...